Breda Nu. Je weet het meteen. Waarom een open dag bij de afvalservice in Breda? Wat is het belang daarvan? Ik denk dat het een kans is voor iedereen om te kijken waar afvalservice mee bezig is. Iedereen ziet daar wel een gedeelte van natuurlijk. Het is vaak de vuilniswagen die door de straat heen komt rijden. Maar ja, hoe we met afval bezig zijn in de stad, dat is veel meer dan alleen de kliko opkomen halen. Ja. Dat is juist zeg maar, hoe gaan we met reststromen om? Hoe ga je zorgen dat die circulaire economie, hoe kunnen we het hergebruiken? Beter scheiden van afval. Maar ook bijvoorbeeld het vegen op straat, dus het zwerfafval aanpak. Ja, ja. Het scheiden van afval, wordt het dan niet allemaal op één hoop gegooid? Dat is heel vaak wat wij toch wel te horen krijgen, onze jongens vaak ook te horen krijgen en dames in de wijk die het afval inzamelen. Van joh, het heeft allemaal geen zin, want het gaat allemaal op één hoop en naar de verbranding. Alles behalve dat. Mm-hmm. Afval proberen wij aan de voorkant zoveel mogelijk te scheiden, want er worden weer heel vaak nieuwe producten van gemaakt. Of in ieder geval weer hoogwaardige grondstoffen om nieuwe producten van te maken. En dat willen we juist hier laten zien. Ja. We hebben stands ingericht waar echt te zien is van het moment dat hier het afval afgeleverd wordt tot een nieuwe hoogwaardige grondstof of een nieuw product. En dat hebben we hier goed in beeld gebracht. Dus ik hoop dat we dat voor eens en voor altijd uit de wereld kunnen helpen. Wat vinden jullie van deze open dag? Leuk. Leuk? Wat vind je leuk? Wat is het leukste wat je gedaan of gezien hebt? Dat je ziet naar meegereden. Meegereden met een wagen? Ja. Echt waar? Ja. Oh, dat is heel leuk. En heb je ook wat geleerd? Dat je, als jij de chauffeur ziet, ziet de chauffeur jou ook. Dat is heel belangrijk. Dat klopt. Ja, als je op de fiets bent of zo. Ja. En heb je ook nog wat geleerd over afval? Dat je dat goed moet scheiden. Ja. En weet je ook waarom? Dan kunnen ze het makkelijk recyclen. Ik zie hier ook heel veel mooie wagens staan. Hoeveel vuilniswagens rijden er eigenlijk rond in Breda? Nou, de mensen denken soms dat het er 5 zijn, maar het zijn echt dubbele cijfers. Het zijn er tientallen. Ons wagenpark bestaat echt uit tientallen wagens voor het zwerfafval, maar ook voor het ophalen van de afvalbakken bij mensen thuis. En we zijn trots op dat wagenpark, want we zijn daar sterk aan het verduurzamen. Zorgen dat we echt voorop lopen in elektrische wagens. Dus we hebben nu een aantal hybride wagens rondrijden. Tot 30 km per uur hebben die geen brandstofmotor nodig. Dus die gaan zachtjes door de straten. Mensen hebben daar minder geluidsoverlast. Maar ook gewoon een nul CO2-uitstoot op het moment dat die elektrisch rijdt. Dus daar zijn we trots op.